13 mei 2014. Het is Enighozen. Op een regen, waai, koude, bewolkte dag. Deze weg is de scheiding tussen het oude en het nieuwe gedeelte van Enighozen. Hier is het bankje waar mijn ouders vaker zaten. Met dit uitzicht. De berm is prachtig in bloei. Veel fluitenkruid. Waarin stoffen zouden zitten die goed tegen kanker zouden zijn. Of beter gezegd die kanker zullen doden. Voormalige Rabobank. Vijf voor één. Hier woonde Monique Kuipers. Sociale vader.